Welkom bij een nieuwe aflevering van Goudkorts, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brands, ik ben de edometaal specialist bij Gold Republic. Ik begin deze week even met het interview dat mijn collega en ik hadden met Daniel Lacalle. Daniel is onder andere de auteur van een aantal boeken. Bijzonder goed geïnformeerde. Man die uh, uh, ja, echt gespecialiseerd is in onder andere ook inflatie. Centrale banken. En uh, nou ja, goed. We hebben het met hem natuurlijk ook over inflatie en centrale banken gehad. En ook over modern monetary theory. ontzettend leuk interview geworden. Moet je wel even de Engelse taalmachtig voor zijn. Maar als je dat bent, kijk er gerust naar, want het is echt heel erg interessant geworden. Ik ga het uh, inhoudelijk allereerst even hebben over de energieprijzen. Die dreigen namelijk heel erg fors te gaan stijgen. We zien in Duitsland dat die prijzen al uh, ongeveer drie keer zo hoog zijn als vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk zelfs tot wel tien keer zo hoog als vorig jaar. Nou, wat is daar de oorzaak van? Overigens ook in Nederland dreigen die prijzen fors, fors te stijgen. Um, nou, we kunnen zien dat uh, uh, een aantal incidenten omtrent de gasvoorziening daar debet aan is, maar ook uh, onze afhankelijkheid van gas en uh, een combinatie van duurzame energie. En dus omdat wij geen kolen meer uh, wensen te gebruiken, zien we dat die vernauwing van het aanbod zorgt voor hogere prijzen. Dat hadden we natuurlijk met z'n allen al kunnen zien aankomen, maar de, de inzet op uh, op duurzaam uh, is ingezet en leidt nu dus tot veel hogere prijzen. Nou, een heel groot deel van die energieprijzen bestaat natuurlijk ook uit belasting. En hogere prijzen plus hogere belasting zorgt er natuurlijk voor dat een gro steeds groter deel van uh, je besteedbaar inkomen naar energie gaat. Energie is een, niet alleen een eerste levensbehoefte, want ja, we willen toch allemaal in de winter in ieder geval de verwarming aan kunnen zetten. Uh, het is ook. De basis, een fundamenteel onderdeel van maatschappelijke en economische groei. Dus alle economische en maatschappelijke groei, sociale groei, is gebouwd op energie. Dat begon duizenden jaren geleden met vuur. En ja, tegenwoordig hebben we dat met alles. Hoeveel, uh, uh, hoe bereikbaar zijn we door energie? Nou, alles wat we uh, consumeren, uh, niet alleen maar eten en drinken, maar ook nieuws, uh, uh, alles wat we doen, daar zit een energiecomponent in. Dus op het moment dat wij dat niet meer kunnen, dat daarover niet meer kunnen beschikken, bijvoorbeeld omdat het te duur is, betekent maatschappelijke en economische krimp. Ja, wat daar uh, de gevolgen van zijn, ja, dat kunnen we zien in landen waar die energietoevoer niet is of... Misschien uh, achteruit is gegaan. Ja, we zien dat, dat, uh, dat daar eigenlijk ontzettend veel armoede ontstaat. Dus ja, ik hoop dat dat uh, in Nederland natuurlijk niet het geval zal zijn en dat die problemen snel zijn opgelost. Maar hou daar rekening mee: je energieprijzen gaan fors omhoog. Goed, het volgende punt waar ik het even over ga hebben is uh, de wereldwijde schuld, die heeft namelijk een niveau bereikt van 300.000 miljard. Om dat in perspectief te zetten, uh, ongeveer 7,5 miljard mensen. Delen we die schuld over alle mensen in de hele wereld? Dan komen we uit op een schuld van ongeveer 40.000 dollar per man, vrouw, kind. En ja, dat uh, is misschien als je daar naar kijkt nog te behappen voor de gemiddelde Nederlander. En wij zijn dan relatief nog welvarend. Het is een gigantisch bedrag uiteraard, maar je zou ergens kunnen zeggen dat kunnen we nog dragen. Uh, maar er zijn natuurlijk hele grote groepen mensen, uh, honderden miljoenen mensen die op een veel lager welvaartsniveau leven. Miljarden mensen zelfs die op een veel lager welvaartsniveau leven. Er zijn mensen die verdienen in hun hele leven geen 40.000 dollar. En dat, uh, nou ja, dan denk ik dat dat ook die, uh, die schuld in perspectief zet. Het is natuurlijk daarnaast gewoon een compleet uh, onmogelijke uh, opgave om die schulden ooit nog terug te betalen. Niet alleen omdat het fysiek niet kan, maar ook omdat uh, ja, de, de, de keus, de wil er niet is om dat te doen. 300.000 miljard of 40.000 euro per persoon. Alle mensen in de hele wereld, dat gaan we niet doen. Dat gaat niet lukken, dus we moeten daar dan een andere oplossing voor vinden. Want hoe kunnen we die schulden dan gaan afbouwen? Wat laten we met die schulden gebeuren? Nou, twee keuzes natuurlijk. Je kunt failliet gaan. Uh, dus ja, de wereld kan drie keer achter elkaar failliet gaan. En dan blijft er nog steeds schulden over, uh, over, overigens. Maar uh, de kans is natuurlijk heel groot dat. Als we kijken naar wat centrale banken en overheden veel liever doen, dan is dat nog meer schulden aangaan en uh, valuta bijdrukken. Om te zorgen dat de waarde van die schulden eigenlijk steeds minder wordt. Nou ja, dat trucje proberen we nu natuurlijk al een hele tijd. Het lijkt steeds minder effect te sorteren. En het zal naar de toekomst toe ook steeds minder effect sorteren. Ja, en dan komen we toch weer op dat puntje wat ja, misschien ongemakkelijk is voor de beleidsmaker, maar voor de burger en voor nou ja, de, de, de consument een enorm nadeel is, dat is na, natuurlijk inflatie. En we zien dat bijvoorbeeld in het vorige stukje waar ik het over had, over die energieprijzen, inflatie. Uh, maar het bijdrukken van valuta op het moment dat jij een vast inkomen hebt, dan zie jij gewoon dat de waarde van jouw valuta achteruit gaat en dat je dus steeds meer moet betalen voor hetzelfde. Toch is het de meest, eigenlijk de enige gekozen route van uh, beleidsmakers. Ja, hoe we ons uit die 300.000 miljard aan schuld gaan, uh, gaan uh, uh, drukken als het gaat om valuta. Ja, dat, uh, dat lijkt me nog een hele opgave. Zo niet onmogelijk. En dat is het natuurlijk ook. Goed. Laatste punt uh, waar ik het even over wil hebben. Is uh, een mogelijke black swan. We... Hebben namelijk kunnen lezen dat Evergrande, um, en wat is Evergrande? Evergrande is een, uh, de op één na grootste projectontwikkelaar in China. Nou, in China is er natuurlijk een gigantische huizenbubbel ontstaan en Evergrande is de op één na grootste projectontwikkelaar daar. Nou, zij hebben een schuld van om en nabij de 300 miljard dollar en zij gaan nu de rente op die schuld, namelijk 700 miljoen, niet betalen. Nou, als jij je verplichtingen niet, uh, niet aan je verplichtingen kan voldoen, betekent dat je uh, failliet gaat. En dan is die schuld van 300 miljard daar. Nou, Evergrande, uh, daar zijn nu onder andere een heleboel van de. Uh, mensen die die schuld hebben uitstaan of een aanbetaling hebben gedaan op huizen die nog niet gebouwd zijn, het gaat om ongeveer anderhalf miljoen huizen die wel zijn aanbetaald, maar nog niet zijn gebouwd. Er zijn nu een hoop mensen ook aan het demonstreren voor de kantoren van Evergrande. En uh, ja, we, we moeten zien hoe dat afloopt. Maar wat ik wel belangrijk vind om te noemen, is uh, ook weer één. Het kan wellicht een black swan zijn, want wat zagen we in de Verenigde Staten bij het ontstaan van de kredietcrisis? Eenzelfde soort situatie waarbij Lehman eh, niet meer aan de verplichtingen kon voldoen. Nou, er is nog een overeenkomst ook. De financieel specialisten die Lehman hebben geholpen bij de afwikkeling van het faillissement zijn nu ook ingehuurd door Evergrande. En ik vind het dan ook toch altijd wel interessant om te noemen. Kijk eens naar een filmpje op YouTube en dan toet je gewoon in uh, leegstaande steden in China. En dan zie je dat er in China, dat die huizenbubbel eigenlijk nog veel groter is dan die in de Verenigde Staten was. En er staan daar miljoenen steden bijna leeg. Heel veel van die huizen die zijn wel gekocht als investering. Omdat de investeringsmarkt in China vrij primitief is, kopen veel mensen... Uh, wat ze denken te kunnen vertrouwen, namelijk vastgoed. Dus heel veel van die uh, steden, die staan leeg, maar het vastgoed is wel gekocht. Maar er is een ontzettende drang naar steeds meer en meer en meer bouwen. En ja, dat zorgt natuurlijk op een bepaald moment voor probleem. En die problemen lijken nu te zijn aangekomen, in ieder geval voor Evergrande. Ze hebben al een aantal... Pogingen gedaan om uh, uh, nou, meer mensen uh, aan te trekken of in hun vastgoed te gaan wonen, bijvoorbeeld door de huur met 25% te verlagen. Nou, het heeft in ieder geval niet genoeg effect gesorteerd om die rente te, uh, rentebetaling te kunnen aflossen, want dat gaan ze dus niet doen. En dan kan het zomaar zijn dat Evergrande toetreedt tot het illustere rijtje van too big to fails. Want de kans bestaat natuurlijk dat het, niet, uh, um, nou, dat het volledige effect van een faillissement van Evergrande niet uh, gewenst is. En dus dat de, de Chinese overheid instapt en zegt, nou die 300 miljard die schieten wij wel even voor of die betalen wij. Uh, wat er gaat gebeuren, dat uh, zullen we even moeten afwachten. Ik volg de situatie uiteraard, maar de effecten zouden in potentie gigantisch kunnen zijn. Een nieuwe kredietcrisis niet ontstaan in de Verenigde Staten, maar in China. Nou, goed. Heb je dit een leuke uitzending gevonden? Like hem dan even. Ben je nog niet geabonneerd? Wil je bijvoorbeeld kans maken op het boek van Edi Mouyagic, Kierpunt 1971? Uh, abonneer je dan even. We zien, laat ook even een opmerking achter. We zien overigens dat veel van de opmerkingen, dat de mensen die die plaatsen... Uh, wel, en daar zijn we ontzettend blij mee, wel een vraag of een opmerking plaatsen, maar nog niet geabonneerd zijn. Nou, laat je hier wel eens een opmerking achter. Maar ben je nog niet geabonneerd? Klik even op die abonneerknop. Daar worden wij ontzettend blij van. Goed, en uh, uh, ja, like deze video natuurlijk ook even. En dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Goudkoorts.